Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe MVI 2D 3D les. We gaan vandaag weer verder met ons bordspel. We zijn al aardig op weg, we hebben inmiddels een bordspel gemaakt, we hebben kaarten gemaakt en we hebben pionnen gemaakt. Maar het enige wat er nog ontbreekt is een verpakking, een doosje waar het in zit. Natuurlijk kunnen we een heel simpel doosje gaan maken, zoals hier bij Exploding Kittens. Gewoon een simpel doosje waar alles netjes in past. Zoals je ziet, kaartjes zitten erin, kaartje erop. Uitleg erbij, dekseltje dicht. Hartstikke mooi, maar we kunnen het natuurlijk ook anders doen. We hebben bijvoorbeeld deze Harry Potter kaartspel. Die heeft van die flapjes aan de zijkant waar je het er zo uit kunt halen. Ook superhandig. Deze kun je ook heel makkelijk zelf maken. Stel nou dat je je pionnen bijvoorbeeld ergens in wilt doen. Het enige wat je nodig hebt is een wc-rolletje. Wat je doet, het wc-rolletje. Ga je dubbel vouwen. Helemaal plat drukken. Dit. En dan ga je de flapjes aan de zijkant zo dichtvouwen. Hetzelfde doosje. Op een andere manier kan het natuurlijk ook. Je kunt er ook een heel mooi zakje voor maken. Zoals bij dit spel. Jungle Speed. Hier werkte ze met een totem. En die past mooi in dit zakje, samen met een stapeltje kaarten. Maar wat is nou zo bijzonder aan dit zakje, is dat je aan het zakje wel kunt zien wat er aan de binnenkant in zit. Datzelfde geldt voor dit spel. Je weet precies wat er aan de binnenkant in zit. Eigenlijk ieder spel. Je kunt precies zien wat er aan de binnenkant in zit en wat voor spel het is. Nou, het is dus de bedoeling dat jullie zelf ook een verpakking gaan maken. Dan kun je heel simpel een doosje gaan maken. Dat mag, als je dat goed doet. Netjes laat zien wat erin zit, heb je een voldoende. Maar, wil jij voor de extra punten gaan en extra goed scoren, dan ga je iets bijzonders maken. Zoals bijvoorbeeld een totemzakje. Of zoals een apart ander doosje. Zo is er bijvoorbeeld het voorbeeld zoals hier. Hier zie je een heel grappig doosje waar je potloden in kunt doen. Of hier heb je een heel grappig doosje waar koekjes in gedaan worden. Dat zijn hele bijzondere verpakkingen, maar die net iets anders worden gedaan. Nou, dat verwacht ik van jullie eigenlijk ook, dat je net iets anders maakt. En dat kunnen jullie, want ik heb hele mooie dingen al van jullie gezien. Dus, maak een mooie verpakking. Ik wil kunnen zien dat je spel erin past, dus daar maak je een foto van, dat je spel erin zit, en van de verpakking natuurlijk zelf. En die lever je weer in. En, zoals altijd, niet vergeten, confetti.